Goedemorgen, het is 9 uur. Ik heb alvast gedoucht en ik heb me eventjes aangekleed. We zijn in Marseille! Doop, ik wilde altijd al naar Marseille. Ik denk dat Frankrijk ook een beetje een land is van you either love it or hate it. De mensen die ervan houden is natuurlijk om het eten en ja, weet je, de Provence en Parijs en dat soort dingen. En ik heb ook genoeg mensen gehoord die zeggen van nee, godverdomme Frankrijk en die Fransen die zijn zo arrogant. Ik hoor bij het kamp love it, want ik vind Frans eten fantastisch. Ik vind die arrogantie vind ik gewoon eigenlijk heel grappig. Want als je er eenmaal doorheen bent, dan zijn Franse mensen hartstikke lief. Dus ik heb er... Ja, komt hier een klein meisje bij. Wil je even hoi zeggen? Met je handje? Ja? Haar papa vindt het niet oké dat zij in beeld komt. Dus dat gaan we ook vooral niet doen. Maar ze wil wel even hoi zeggen. Zeg, schatje. Oh, dit is wat ik aan heb trouwens. Een rode top met daaronder een gestreept bikini topje die ik als BH draag. Voordeel van Glen Boobs. En een gestreept rokje. Matchy, matchy, baby. Het schijnt dus dat mensen op een cruise gemiddeld 5 kilo aankomen. Nou, ik snap het. Ik heb echt issues om hier clean te eten. Gelukkig is vandaag YOLO-dag. Ik heb een egg florentine. En een grapefruit die ik samen met Jenny ga delen. Ik heb gewoon een broodje kaas, super lekker. En dit is mijn kryptonite. Dit vind ik zo, ja, samen met de ex-Florentine. Maar dit, pekanotenbroodjes. OMG. Daarmee, ja, ik haal ze maar niet te vaak. Want dit, hier kan ik echt niet van afblijven. Tweede ronde. Ik heb een appelbroodje, een cinnamonbroodje, boter, brood. En dit is iets van notenbrood of zo. Oh, man. Yo, we zijn in het centrum van Marseille. Marseille. Geen idee wat we gaan doen. Mijn schoonouders zijn hier al eerder bij een zeepfabriek geweest, maar dat vonden ze niks. Dus we zijn nu gewoon lekker aan het rondlopen. Laten we gewoon even checken wat we voor leuks kunnen zien. Wow, kijk wat een brute theetjes. Wauw, ik wil het. Kijk hoe cool. En ze hebben ook hele toffe smaakjes. Check dit. Persik ananas. Wauw, macaron. Violet. Yo, nog even pina colada thee. Lol, waarom denk je dat ik streepjes aan heb in een Franse havenstad? Kom, we gaan even chocolate porn bekijken. Mm. Oh, kijk. Chocola met marshmallows erin. Check dit. Dit is echt een vet makkelijke do-it-yourself. Koop een lijstje, vullen met snoepjes. Bam, cadeautje. Wauw. Oh, Jenny gaat het doen. Jij. Oh, kijk hoe groot. Wow, wow. Wauw, wauw, wauw. Oh, dit is cool. Zo tof, Jen. Dit is echt vet. Dit kan je gewoon thuis doen. Serieus, dit is echt een dope do-it-yourself. DIY. Oh, hij leert er allemaal trucjes. Je kan allemaal verschillende groottes. Dance, baby, dance. De anderen zijn weer terug naar de boot. En ik ben zelf even in de stad aan het rondlopen. Op zoek naar wifi, want ik moet een vlog uploaden. Maar dat geeft helemaal niet. Ik vind het wel even chill om alleen te zijn. Het is super gezellig hoor. Echt, echt. Love it met mijn schoonfamilie. Maar ja, ik vind het ook niet erg om alleen te zijn. Mag ik trouwens nog iets zeggen? Franse chicks zijn echt knap. Niet dat ik me bedreigd voel of zo. No offense. Ik kan daar echt... Ik denk al juist, you go girl. Yo, bij deze plek hebben ze echt de liefste meisjes als het personeel. De eigenaresse is super grappig. En je zit direct aan de haven. Ga hierheen als je in Marseille bent. Ze zijn echt mijn helden van de dag. Er is een gay pride parade vandaag. Ik vind het zo jammer dat ik niet mee kan feesten. En hoe chill zit dit eruit? Mensen zijn hier gewoon op de kade aan het chillen. Oh man. Ja, Marseille is echt dope. Ik zou hier nog veel langer door willen brengen. Maar ik moet heel heel snel terug naar de boot. Natuurlijk niet zo netjes als ik de boot mis. En ja, in Marseille blijven. Nee, echt niet. Ik ga de boot halen. Oeh, het is vandaag de 4th of July. En op het schip organiseren ze echt helemaal een speciale 4th of July barbecue. Kijk hoe tof!
Wat? Dit is echt heel cool. En het is vandaag de 5th anniversary van de New Amsterdam. Dat is het schip waar we nu op zitten. Heel gaaf, joh. Ter ere van 4th of July hebben ze dus ook een speciaal drankje. Rood wit blauw. En het is de Firecracker. Ook een superleuke naam. Dus ik heb hem uiteraard even besteld. Ik was niet van plan om deze taart te vloggen. Maar deze taart. Dit is Devil's Food Cake. It's amazing. Ik denk dat dit mijn lievelingstaart ever is. Wauw, dit is een lift. Kijk deze deuren. En dan stap je in. We gaan naar het avondeten. We gaan dus met deze lift. Wow. Vrij vol. Yay. We gaan het water in. Super cool, joh. Hij is net op. Kijk hoe schattig. Stefan en zijn vader. Dat vind ik echt adorable. Dit is het voorgerecht, burrata met courgette. Ze hebben hier zo'n lekker eten aan boord. Ongelooflijk. Ze hebben een samenwerking met hele bekende chefs uit de wereld. En elke avond is er dan een thema van een andere chef. Het hoofdgerecht, aubergine cannelloni. Boom! Devil's Food Cake. Mijn nieuwe lievelingstaart. Yo, ik dacht serieus dat chocoladetaart niet beter kon dan chocoladetaart. Iedereen zit me aan het lachen aan tafel. I don't care. Ik ben verliefd op deze taart. Ik verklaar nu de liefde aan deze taart. Als je dus botercrème tussen chocoladetaart stopt en sinaasappel iets. Iedereen ligt al te slapen. Het is nu 11 uur. Maar ik ga nog zeker gebruik maken van het bubbelbad. Ik bedoel, come on. Een bubbelbad. Heerlijk. Gewoon even me-time. Het was lekker. Ultieme verwennerij. Ik ben nu weer helemaal zen. Ik kan er weer heel eventjes tegenaan. Want ik wil nog een vlog editen. Maar daarna ga ik slapen. Dus ik ga hierbij alvast de vlog afsluiten. Morgen zijn we in Monte Carlo. Oftewel Monaco. Super, super vet. Deze reis is echt, echt. Dope. Ik vind het echt tof dat je erbij bent en dat je dit ook samen met me kan zien. Want alles wat ik zie en wat ik film, zie ik zelf ook voor de eerste keer. Dus ja, het is super vet om dit samen mee te maken. Dankjewel voor het kijken. Als je geabonneerd bent, zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en denk je, yo, wat? Monaco? Wat heb ik gezien in deze vlog? Dat moet ik ook zien. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je zoiets hebben van, maar hoe kom je überhaupt op dit schip terecht? Check dan even de vorige aflevering hier. Of weet je, de afspeellijst van de travel vlogs. Daarmee zie je überhaupt welke reis ik heb gemaakt. Dankjewel voor het kijken. Tot de rest.